Vrij vaak in Nederland, hè, vanuit Frankrijk en vroeger Rusland. Ga je nog wel eens terug naar Zandvoort om daar in de herfststormen over de boulevard te lopen en zo'n beetje dat Zandvoort weer tot je te nemen? Nou ja, het is niet zozeer de Zandvoort. Ik had heel vroeg al, ik bedoel nu ook weer, Haarlem is een van de meest gezegende plekken op de aardbol. Ik bedoel, nou, laten we het qua nemen. Qua architectuur, de ligging, je hebt een beweging, je bent in Amsterdam, de duinen enzovoort. Het is allemaal zo enorm gezegend. Dat zie je natuurlijk niet als je jong bent. Dan neem je dat allemaal vanzelfsprekend aan. Iedere keer valt me dat op. Zeker als je komt uit gebieden waar, zoals we alle weten, en waar we misschien over komen te praten. Ja. Het niet zo rustig is als hier en gezegend. Ik heb altijd als kind al de Russische dichter Sklovsky... Tjutjev was het. Die leed, dat was ook een diplomaat, die was af en toe in Sint-Petersburg. En zei, iedere keer als ik in Sint-Petersburg ben, leid ik aan Herausweh. Ik wil weg. Naar anderen zeggen Fernweh. Herausweh vind ik iets mooiers, actievers. Herausweh. En ik had, omdat ik opgroeiende in dat hotelletje in Zandvoort. Beroemde hotelletje met die. En daar nooit wegkwam, ook nooit op vakantie, wilde ik altijd de wereld uit. Ja. En nu ik dat wel zo'n beetje gezien heb, is het goed toeven in Haarlem. Ja. Maar ja, de huizenprijzen zijn zodanig dat terugkeer niet... Nou, met jouw succesvolle boeken moet dat toch een fluitje van de cent zijn, maar daar gaan we het nog over hebben. Onze Haarlemmer Godfried Bomans schreef, kon je zelfs op een muur hier zien bij het station, een mens gaat op reis om thuis te komen. Ja. Heb jij nu drie thuizen, Rusland, waar je even al een tijdje weg bent, Frankrijk en Nederland? Of heb je één thuis, of twee, of drie? Ja, nou ja, goed. Kijk, als ik in Berlijn rondstap, of hier in Haarlem, of weet ik veel wat, dan reflecteer je op je omgeving. Ja. Dat is ook altijd een... Bedenk ik me nu een van de antwoorden die ik geef als men zegt van ja, kinderen hoeven niks meer te leren, want je kan alles opzoeken op de telefoon, in Google enzovoort. Maar bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de Sovjet-tijd, in de kampen, Stalin-kampen enzovoort, weet ik, letterlijk hebben mensen mij dat verteld, dat ze overleefd hebben door wat er in hun hoofd zat. De gedachten aan mooie toneelvoorstellingen, poëzie die ze konden reciteren, gedachten aan romans enzovoort. En dat heb ik dan ook altijd als ik gewoon in een stad ben, in Berlijn of hier in Haarlem enzovoort. Ja. Dus dat thuisgevoel is bij mij ook altijd, hoewel het een beetje hoogdravend klinkt, maar het is wel zo, verbonden met muziek, met literatuur, met kunst. Dus eigenlijk in dat opzicht voel ik me altijd... Dat heb je altijd in je hoofd bij je, bedoel je? Ja, dan voel ik me daardoor altijd nooit alleen, altijd thuis. Maar het is natuurlijk zo dat hier vandaan komend, die duinen en dat strand. En, ik herinner me Boudewijn Buug, die kwam uit Wassenaar vandaan enzovoort. En die, bekend. Over de hele wereld, al die programma's en de meest verre atol in de Indische Oceaan. Maar toch. En was hij met Theo van Gogh teruggekeerd. Toen ik weer zomergast was, heb ik dat een keer dat fragment laten tonen. Ja. Maar misschien niet dat fragment, dat hij... Eigenlijk met tranen, met tuiten, de kleurstelling van het zand en het helmgras en dan die lucht. En dat is ook heel erg mooi. Ja. Dus waar je ook bent, bij wijze van spreken in Almere of Dronten, je hebt altijd die geestelijke bagage van... Ja, in Almere en Dronten nou juist weer niet. Oké, daar zullen we het dan maar daar niet zo over hebben. We zijn nu in Haarlem, dat is een andere koek, zullen we zeggen. Hoewel Jan Blazer woonde volgens mij in Dronten. Ja, er komt ook een beroemde dan voetballer Dan heb ik dan weer... Ja. Zie je, komt uit Dronten. Dus, ja. Maar goed, dat laten we even terzijde, het voetbal. De vraag die ons allemaal op de lippen ligt, is hoe vaak denk je aan Rusland? Hoe ben je ermee bezig? Is het voor jou een tragisch jaar? Aan de ene kant een heel succesvol jaar, want je boeken gaan werkelijk buitengewoon goed verkocht, de vertalingen. Maar de tragiek van 24 februari en daarna moet je ook kwellen? Of hoe ben je daarmee bezig? Ik ben daar eigenlijk alleen maar mee bezig. Ja. Dus je hebt een soort fysieke existentie en een mentale existentie. Vanaf het moment dat uiteindelijk, 24 februari lag ik in mijn bed in Sint-Petersburg in de Tchaikovskystraat. En om 5 uur 's ochtends. Werkelijk, je voelde wel dat het zou komen, maar ik werd echt op het moment wakker dat Poetin, dat was tenminste 6 uur 's ochtends in Russische tijd. Hier is het dan weer een uur vroeger of later. Dat was hier wat vroeger, ja. Ja. En ik zag dat. Je zag het nieuws binnenkomen. Ja, tegenwoordig kan je dat op een telefoontje, kan je ook dat Russische tv-kanaal ontvangen. Ja. En het was donker en ik liep naar het raam toe en ik heb ook een foto genomen van mijn straat. Omdat ik gewoon
wilde vastleggen. Zo ziet een straat in, als mijn straat in Rusland eruit op het moment dat deze oorlog losbrak. Omdat het was zo'n enorme slag, zoals we er allemaal bij zitten, hebben we dat allemaal natuurlijk ervaren. En het is nog lang niet allemaal voorbij. Maar je beseft dat een historisch moment is. Ja, je had die speech van Poetin al gehoord en de andere bewegingen en Amerikaanse inlichtingen. Maar toch had jij waarschijnlijk, zoals bijna iedereen, een idee van dit kan toch eigenlijk niet. Nee, dat is zo. Ja. Ik was die beroemde speech van Poetin in het Kremlin, waarbij hij zijn groente eigenlijk bij elkaar nam. En hij zei van jongens, jullie gaan mij het groene licht geven. Ja. Mm-hmm. Een dictator doet dat altijd. Ja. Saddam Hussein bijvoorbeeld, die om loyaliteit te kopen, liet hij zich omringen door mensen die zeiden van oké, je bent de trouwe klik eromheen. Ja, maar dan even 20 mensen executeren, dan ben je erin. Dat, zover is Poetin nog niet gegaan. Nog net, maar ik zat met mijn vrouw daar op de bank te kijken in Sint-Petersburg. We hebben geen tv, maar op dat computer, dat was rechtstreeks. Ja. En toen Poetin vooral tegen Naryshkin tekeer ging. Ja. En Naryshkin, anders dan Poetin, komt van een hele chique kom af. Ja. In mijn straat is er een stadspaleisje dat toebehoort aan de familie Naryshkin, 19e eeuwse. En Poetin, die werd gecoyoneerd, hè, die Naryshkin. Maar die was dus ook, die werd toch echt vernederd. En daar komt ook een soort sociale component bij. Want Poetin is, nou zeg maar, hemelsbreed 420 meter van mijn huis opgegroeid. Ja, maar van eenvoudiger kom af dan. In een communalka. De ratten en de kakkelakken liepen daar rond enzovoort. Ja. Ja. En ik heb ook die dag dat die oorlog uitbrak. Uh-huh. Mijn vrouw was al een dag eerder terug, want die toevallig een eerder. Nou nee, want dat was door die toespraak. Ah, ja. Je zag het omdat ze zei van dit is Stalin. En we waren al het jaar daarvoor, 6-7 maanden, hadden we vastgezeten door die corona. Het land was gewoon dat plot. Dat was een heel ander verhaal. Maar ik heb net vast over de begrafenis van Alexander Munninghoff. En hij had mij nadrukkelijk gevraagd om op zijn begrafenis te spreken, maar ik kon daar niet bij zijn. Dat is één ding. En het tweede ding is dat mijn vrouw natuurlijk de Sovjet-Unie heel bewust heeft meegemaakt. Ja, zij kent het en land. Toen wij elkaar leerden kennen, zei dat was al in 89 of zo, zei ze, ze had Duits gestudeerd, maar ze zei, waarschijnlijk ga ik nooit naar Duitsland toe, want we wonen in de grootste gevangenis op aarde, de Sovjet-Unie. En dus bij haar, maar bij haar hele generatie, is altijd de angst aanwezig dat het land van het ene moment op slot gaat en dan kom je er niet meer uit. Dus zij was al naar Nederland? Dus zij was een dag naar Frankrijk? Ja, en we wilden met z'n tweeën gaan, maar dat was geen plek voor. En uiteindelijk ben ik dan een paar dagen later gegaan we hebben twee poezen, met de laatste poes. Ja, maar nog even terug naar die en dat ochtend was met het laatste vliegtuig en daarna is het niet meer. Want je stond voor dat raam, je zet de computer aan, je zag de beelden, je hoorde wat er gebeurd was. Heb je toen meteen your act together gekregen en ben gaan kijken naar vliegmogelijkheden om het land uit te komen? Dat hadden we al, dat hadden we de dagen ervoor al gedaan. En het bleek dus langzamerhand dat het was totaal waanzinnig, want die stad was leeg. Mm-hmm. En ik heb dat natuurlijk ook wel vaker meegemaakt in crisissituaties in de voormalige Sovjet-Unie. Ja. En je ziet dan meteen als een soort, door het masker van de actualiteit komt het masker van de geschiedenis naar voren. Ja, ja. En heel curieus dat, alles is daar een taxi, dus ik probeerde dan een praatje te maken met een man, wat ik altijd doe. Maar meteen al was dat, dus terug naar de Sovjet-Unie. Wie ben je, een buitenlander? Angst. En dat is de afgelopen 9 maanden steeds verder gegaan. Het land is op slot en de geest is ook op slot bij bijna iedereen. Nou, het land is praktisch op slot. Uh-huh. Russen kunnen er wel uit, tenminste als je niet gemobiliseerd bent. Ja. Maar je moet wel geld hebben en mogelijkheden hebben. Dus dat lukt niet. En het land is heel erg ook gesegmenteerd, want dat is bijna, vind ik toch. Je kan er niet over praten, want wat je dus nu ziet. Kijk, die oorlog is een criminele, misdadige oorlog enzovoort. Daar is iedereen het over eens. Maar wij zijn geneigd de wereldgeschiedenis, en zeker de actualiteit. De oorlog bijvoorbeeld in Oekraïne. Als een soort voetbalwedstrijd te zien voor en tegen. Hè? Ja. En dat is ook juist, want ik bedoel, je moet wel een schof zijn om voor deze oorlog te zijn. Er zijn er maar een handje vol, in Nederland. Maar, ze zijn er. Dat mogen we wel zeggen. Maar daarin, binnen in dat tussengebied, is het natuurlijk altijd van.
Ik ken zoveel Russen die hier ook heel erg mee zitten. En dan zegt men hier, ja, maar dan moet ze in opstand komen. Ja. Nou, ik ken heel veel, ik ken, de leunstoel. Hè? Nou ja, ik ken heel veel mensen die bij een krant werken. Die durven niet eens hun hoofdredacteur aan te spreken. Uit angst voor hun baantje. Ja. Dat is makkelijk. En laat staan dat je de straat op gaat en dat je opgepakt wordt. Bovendien, ik heb vrienden daar, hè, ook van Memorial, dus de mensenrechtenorganisatie, die de Stalin-misdaden onderzocht en die nu verboden is en ondergronds is gegaan. Ja. En ik ben één keer terug geweest, namelijk naar Rusland, om dingen te regelen. Ja. En ik was er. En hij zegt, ja, hij was 76, een jongere vrouw, die doseert nog. Zeg, wat moeten we? Ik bedoel, en dan dacht ik, ja, ik zit hier in dit appartement en ik ben tegen die oorlog. Wat moet ik? Fysiek. Ja. En dat is zo moeilijk. En er circuleren heel veel filmpjes rond dat al die Russen allemaal voor zijn enzovoort. Mm. Maar de werkelijkheid is altijd natuurlijk zwart-wit. Nog even terug naar jezelf. Donderdag ben je gaan pakken. Je bent gaan kijken of er nog een vlucht was in de komende dagen. Ja. Voelde je ontzettend angstig? A la de vlucht uit Saigon? Of was je nog even in control over je eigen situatie? Nee, want waarom zouden ze jou pakken? Nou, ook dat, dat helemaal niet het geval. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk gewoon. Ik heb de eerste uren van deze oorlog, die nu al eigenlijk in zijn achtste jaar is, heb ik toevallig meegemaakt in 2014 in de zomer. Krim, ik ben ook op de Krim geweest, maar toen ging ik met Olaf Koens, die nu voor RTL 4 zit, gingen wij van de Krim naar als een van de eerste naar de Donbass, naar Donetsk. Ja, daar is natuurlijk de geweest. Nou, maar dat was dus toen niet aan de gang, maar dat was een soort fingerspitzengevoel. En we reisden naar Donetsk, een stad die niemand kent, nu iedereen wel. Ja. En we waren daar en dan waren we in een van die dorpjes waar nu hevig gevochten wordt. Iedereen weet nu Bachmoed enzovoort. Het is eigenlijk maar één weg. En dan liggen stadjes als Kramatorsk enzovoort, Slavyansk. Ja, die nu dagelijks in de krant staan. Alle kaarten staan elke dag in de krant. En we gingen daar naar Slavyansk en dat is een klein hotelletje. En Olaf moest wat doen voor de tv, iets dinges. Ja. En ik 's ochtends, het was mooi weer, het was zomer. Ik loop naar dat pleintje toe en ik zie opeens tanks, drie tanks. En ik loop naar het hoofdgebouw. En er komt een man met een getrokken interieur. En het bleek dus echt het begin van de zonder insignes, het Russische leger, dat daar een maskirovka, een hybride oorlog begon. Ja, die beroemde mannetjes die die je op de Krim zag, maar die waren dus daar toen ook in Donetsk. Het was na de MH17, dus was een echt een beetje spooky sfeer al in die zomer, denk ik al. Het was vlak voor de MH17. Het was voor de 17, het was begin juli. Ja. Dus dat is goed dat je dat zegt. Ik denk dat het mei of juni is geweest. Ja, want MH17 was derde week juli. Ik denk zeg mei zelfs, want je hebt daar heel veel. Okay. Oekraïne heeft heel veel graan, zoals jullie weten, en zonnebloem. Ja. Maar ook, wat mij dan in dat gebied van de oorlog, dat is ook weer zo iets raars, abrikozenbloesem. Je hebt daar ongelooflijk veel abrikozen. En dat die bloesem is. Prachtig. En ik kan me voorstellen dat we dan. We zaten daar in hotel Ramada, ik weet het nog. Dan gingen Olaf. Ja, dan moesten we. Bekende keten, hè? Westelijke hotelketen. Ja, en dan hou je een auto aan en dan ga je dan naar die stadjes waar je nu niet meer moet komen. Nee. Toen eigenlijk ook al niet. Mm-hmm. Want er werd ook toen al gebombardeerd enzovoort. Het begon eigenlijk allemaal. En dan zag je die bloesem. Je zag dus eigenlijk vanaf 2014 niet deze Oekraïne-oorlog komen, maar wel het soort gevoel in Rusland bij Poetin dat het oude Russische imperium moest worden hersteld, of dat een broervolk tot orde moest worden geroepen, of dat soort dingen. Of die denazificatie, al dat soort dingen. Heb jij al die elementen van rechtvaardiging van Poetin die door de jaren heen ook zo gevoeld? Ja, die heb ik gezien. En er is nu in de media is er een soort narratief hoe dat komt. En ik denk dat die toekomstige historici, eigenlijk nu al, zich daar het hoofd over zullen breken. Ja. Kijk, de oorlog die Poetin begonnen is, de criminele oorlog, en die aan 100.000 Russen en 100.000 Oekraïners, weten we niet, het leven heeft gekost, miljoenen op de vlucht heeft gedaan, is natuurlijk, het woord mobilisatie, dat heeft in Rusland. De laatste keer was dat in 1941 toen operatie Barbarossa begon. En de keer daarvoor was het in 1914, vlak voor die uitloopt op de Russische revolutie. En dus het zijn allemaal dat soort historische beslissingen. Maar deze hele oorlog is natuurlijk de resultante van wat Jeltsin
op oudejaarsavond 99 heeft achtergelaten. Namelijk zijn Rusland als een cadeautje gegeven aan Poetin. Ja. En nu zegt men, en toen de oorlog uitbrak, van ja, Poetin is altijd, hè, die noemde het invallen van de Sovjet-Unie, de grootste geopolitieke catastrofe van de vorige eeuw. Hij is een ex-KGB'er. Hij is hier altijd op uit geweest om dit grote Russische Rijk, wat hij dan Noorrasia noemt, nieuw te herstellen. Jij zegt het alsof je dat niet helemaal gelooft. Nee. Ja, nou, ik leg uit. Ook. 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 Maar er is een echter, zal ik maar zeggen. Okay, vertel. En Poetin is aan de macht gekomen. Die heeft daar natuurlijk dat Rusland van Jeltsin, wat 8, 9 jaar net vrij was. Hè? Ja. We hebben de Sovjet-Unie gehad. Geërfd en 91, klein geworden. 91 uiteengevallen. Ja, dus gemeen best. Ja. En toen kreeg je dat enorme kapitalistische experiment. Ja, de vrije markt. Waarbij oligarchen, de economie. Oligarchen ontstonden. Dus al die mensen die we nu, die superrijken, die begonnen allemaal toen met spijkerbroeken verkopen. En badeentjes is meneer, hoe heet het, de eigenaar van de Chelsea mee begonnen. En dus Abramovic. En Abramovic. En het was een vrij democratisch Rusland, maar het was ook een enorm corrupt en crimineel Rusland. Neoliberaal. Je had voor het eerst vrije televisie. Mm-hmm. Dat was echt ongelooflijk. Het was de eerste Tsjetsjeense oorlog. Dat deed je zondagavond, deed je de tv aan. Dan kreeg je echt VPRO, Diogenes-achtige, heel afgewogen berichtgeving vanuit Tsjetsjenië. Dat heeft heel kort dus in Rusland bestaan. Ja. Dus als mensen ook zeggen dat Rusland veroordeeld is tot deze criminaliteit voor de toekomst, dan zeg ik nee. Niet per definitie. Want 8 jaar heeft dat bestaan. Maar dat die 8 jaar gaf een backlash. Daar wil je heen, denk ik. Hè? Want tegelijkertijd, met al die democratie, met al die experimenten, was het ook een soort montagne russen. Ja. Een achtbaan, het viel op en neer. Mensen verloren hun geld. Mm-hmm. En het was een heel oneerlijke samenleving. De nucleus, de kern van die onrechtvaardigheid van oligarchen, verpaupering en verarming begon daar. Ja. Jeltsin was namelijk ook enorm corrupt. Ja, zeker. Ja. En Poetin erfde dat en die wilde in ieder geval dan die stabiliteit. Tucht, orde, stabiliteit. Ja. En hij had geluk, omdat die olieprijs maar bleef stijgen. Ja. En zo heeft hij dus, en dat moet je niet valt niet te ontkennen, heeft in die eerste 8 jaar dat het land miljoenen mensen uit die armoede getrokken. Ja. De metamorfoses in Russische steden, niet alleen maar Sint-Petersburg en Moskou, ook in de provincie, was enorm. Ja. Tegelijkertijd, als je dan buiten de stad ging, was je weer in de 19e eeuw. Nee, maar zeker stabiliteit. Maar er was een zekere ontwikkeling. En je zou kunnen zeggen dat Poetin zou de geschiedenis zijn ingegaan als een grote held. Als hij het fatsoen had gehad, zou je kunnen zeggen. Om in 2008 na 2 termijnen te zeggen, jongens, ik stop ermee. Ja, toen kwam die rare machtsdeling met Medvedev en wilde hij gewoon door. Hè? En toen heeft hij dat trucje uitgehaald, omdat volgens de Russische grondwet mocht je maar 2 termijnen, heeft hij Medvedev als een soort zetbaas daar neergezet. Ja. Hij werd zelf premier, want, ja, kijk, hij had voor zichzelf tegelijkertijd een gouden kooi gebouwd, want elke zittende president, ja, in de Russische geschiedenis gaat of dood of wordt afgezet of wat dan ook. Ja. En hij had zoveel compromat. Hij was net zo corrupt als Jeltsin, alleen 100.000 keer erger. De FSB, de opvolger van de KGB, die kregen allemaal miljarden. Zijn vriendjes, zijn judo-vriendjes bijvoorbeeld. Ja. Die brug van Kerch tussen de Krim en Rusland is gebouwd door de gebroeders Rotenberg. Ja, dat waren gewoon halve politiek, nepotisme. Ja, en dat waren zijn judomaatjes uit Sint-Petersburg, die zijn miljardair. Dus hij kon ook niet weg, want hij riskeert dan dat ze opvolgen hem alsnog in de zijn kapitaal af. Dus het systeem hing van hem af, hè, zo langzamerhand. Dus het systeem hing van hem af. Ja. En daarbij kwam in 2008 die economische crisis enzovoort. Ja. En vervolgens ook, wat heel erg interessant is, in 2012, toen Medvedev ze had uitgediend en Poetin weer mocht terugkomen, zijn de verkiezingen heel erg vervalst. Okay. En op dat moment, dus als we naar de huidige oorlog kijken, is het jaar 2012, de winter van 2012-2013, heel erg van belang. Uh-huh. Omdat toen voor het eerst die middenklasse, de mensen die rijker zijn geworden, welvarender, wat toe te schrijven valt aan Poetin, hè, dat kan je op zijn konto schrijven. Dat juist die mensen de straat op gingen, omdat ze zeiden, ja, we hebben nu wat geld, we kunnen naar het buitenland, onze kinderen zitten op goede scholen. Zoals altijd in een civil society willen we dus nu ook rechten hebben, waaronder het recht om onze eigen politici te kiezen. Ja. En toen kwamen die mensen in Moskou op het Moerasplein bijeen
En Poetin is er met een gestrekt mee ingegaan. Ja, en dat is eigenlijk het begin van een soort dictatuur, ja, ook in zijn hoofd. Dus het was een ja. En is er ook een stukje grootheidswaanzin bijgekomen? Want Lionel Barber, de hoofdredacteur vroeger van de Financial Times, beschrijft in zijn dagboek dat hij bij Poetin op bezoek was in 19. En Poetin zat omringd door sculpturen van tsaren, Katrina de Grote, et cetera, et cetera. Is er ook een stukje grootheidswaanzin bij hem naar binnen gekomen? Nou, twee dingen, denk ik dan. Wat die protesten hebben bij hem teweeggebracht. Voor het eerst zag hij dus oppositie. Dus wat elke leider heeft, Stalin enzovoort, iedereen die op zo'n positie is, paranoia. Ja. De angst dat men tegengaat. Want je moet je voorstellen, Poetin weet ook de voorbeelden van Gaddafi en Hussein en de tsarenfamilie. Dat weet hij. Dus hij weet dat er geen weg terug is. Ja. Dus er is een soort paranoia. En natuurlijk, jij noemt het grootheidswaanzin. Hij heeft paleizen, zoals we allemaal weten, voor zichzelf laten bouwen. Ja. Die is smakeloosheid ten top. Elke dictator uiteindelijk vroeg of laat raakt geïsoleerd van zijn omgeving. En je zag dat ook, want er is nu net weer New York Times, geloof ik. Maar ik wist het al, ja. Maar die hebben het allemaal mooi op een rijtje gezet. Hoe die inval in februari ging. Dat 3-4 mensen uit Poetins coterie ervan af wisten. Dus niet eens de legerleiding. Dus een hele kleine kring. Wat ook verklaart dat die mislukking uiteindelijk naar Kiev. Dus hij kruipt in zijn schulp. Grootheidswaanzin. Totaal van de realiteit afgedreven. En paranoia. En dat is toch een giftige cocktail waar je te maken heeft. Maar ik kom toch even terug op die vraag te beantwoorden die jij stelde. Wat nu allemaal is. Dat we zeggen, ja, toen eenmaal dat gebeurde, wordt dan gezegd, ja, die uitbreiding van de NAVO, die heeft dat geprovoceerd. Maar dat is helemaal niet zo, want hij had altijd dat idee van dat grote. Maar dan zeg ik echter, het is en het een en het ander. Zelfs de Hoop Scheffer, die was toen volgens mij nog minister van Buitenlandse Zaken. Of de NAVO-secretaris-generaal. In 2007 heeft de NAVO gezegd. Eerst had Poetin die reden in München gehouden. Geen unipolaire wereld enzovoort. Ja. En toen, desalniettemin, hebben ze gezegd: oké, als ze het willen, Oekraïne en Georgië mogen bij de NAVO. Begrijp me goed, ik vind dat prima. Elk land mag zijn eigen lot beslissen. Maar dat nam Poetin heel hoog op. Ja, maar alles wat mag en wat ethisch gerechtvaardigd is, is vaak niet altijd verstandig. Ja. En er loopt dus, je zou dus ook zeggen, gewoon een directe lijn vanaf dat moment tot die oorlog van nu. Mijn optiek op dit moment is, maar ik vind dat die oorlog moet gewonnen worden en dat iedereen gestraft moet worden. Ja. Maar ik denk dat toekomstige historici daar toch gaan in wroeten. Hadden we dat niet anders moeten doen enzovoort. Nou ja, dat is natuurlijk al gebeurd met James Baker, die in 1990 zou hebben gezegd no inch eastward, et cetera, et cetera. Dus er is natuurlijk al een stukje reflectie geweest over wat er gebeurd is van de kant van de NAVO. En dat heeft natuurlijk ook meegespeeld, maar valt waarschijnlijk in het niet bij de eigen agenda van Poetin. Maar goed, dat is allemaal speculatie. Ja, maar goed, we zitten midden in die oorlog en dan ga je dus ook niet hierover reflecteren. En wat ik jammer vind, hoor, en wat ik ook begrijpelijk vind, is als je dit soort vraagtekens nu gaat opstellen, dat je meteen in een bepaalde hoek wordt gedreven. Maar zoals ik dan vind dat er bij elke vorm van realiteit voetnoten moeten worden gezet. Zeker ook wat Rusland betreft, maar ook zeker wat Oekraïne betreft. Want ja, zij zijn nu gewoon de aangevallen partij en we moeten ze van harte steunen. Ja. Maar Tsjechov zei het al, toen kwam ik patiënten bij hem langs. Hij was ook arts namelijk, behalve geniaal schrijver. Toen was er ook een oorlog aan de gang, ik geloof, met Turkije. En een beetje flirtend kwam die dame naar meneer Tsjechov toe. Meneer Tsjechov, die vreselijke oorlog. Hoe gaat dat nou eindigen? Toen zei hij, ja, waarschijnlijk met de vrede. En zo is het altijd. Ook deze oorlog gaat eindigen met een wapenstilstand en dan uiteindelijk een vrede, misschien over 100 jaar. Ja, en dan heb je iets van een Europees, Amerikaans, westelijk arrangement nodig voor de veiligheid in Europa. Daar wordt natuurlijk wel ooit een keer iets geknutseld. Ja, ja, als we hier zonder kleerscheuren afkomen. Wat bedoel je met kleerscheur? Toch geen oorlog in andere landen of een kernoorlog? Of, niemand weet het, maar... Zeker. Je bent er ook niet helemaal zonder Kijk, die klunzigheid van het leger, de corruptie. Hè, want er is een directe lijn tussen al die jachten, al die buitenhuizen. Ja. Van die Poetin-kliek in het buitenland, van de militairen. Ja. Dat geld is namelijk niet geïnvesteerd in het leger. Op legerbasis bijvoorbeeld in Rusland, ik ben daar zelf vaak geweest. Werden vaak oefeningen gehouden.
Maar dat kost geld, die munitie. En dan tekenen ze af alsof de oefening werd gehouden. Ja. En al dat geld voor die munitie verdween in de zakken van de legerleiding. Je hebt natuurlijk die Wagner-groep die niet erg gediscrimineerd is. De oude kok van Poetin, dat is natuurlijk ook een onzekere factor. Die gaan lekker hun eigen gang. Dus dat is aan de gang. En die oorlog is nog lang niet afgelopen. Ja. Die Russen hebben dus, je zou kunnen zeggen, verloren. Zeker ook met de inname weer van de regio Kharkov, terugtrekking vanuit Kherson. Maar ze zijn er nog. Russen zeggen, je schon vecher, het is nog geen avond. Nee. Nu is er weer nieuwe wapenleveranties toegezegd. Maar ja, Poetin kan als hij wil, dat heeft hij ook gezegd, 1,2 miljoen mobiliseren. Ja. En, hij heeft een totale oorlog aangekondigd, hè? En een totale inspanning. En anders dan democratieën. Hè? Ja. Op dit moment, ik ben geen militair expert hoor, maar ik volg het natuurlijk wel. Is dat er tekorten zijn aan munitie, aan wapens. Het is niet dat je op een knopje drukt. Nee. Je hebt het allemaal niet. Amerikanen hebben natuurlijk ook niet, die moeten niet alles uitverkopen, want dan kunnen ze geen mannetje meer staan tegen China. Met mogelijke dreigementen, ook trouwens niet in Europa. En Rusland als dictatuur, want dat is dus, hè, je zag van een nepdemocratie tot een autocratie naar een fascistische dictatuur. Tot een zware dictatuur, ja. Die kan dus wel alles mobiliseren. Ja. Al zijn die bommen van een rotkwaliteit. Desnoods een fietsenfabriek kan je binnen 3 maanden omzetten om bommen te produceren. Ja. En dat kunnen wij hier met de markteconomie en democratie niet. Maar even naar dat beeld deze week, hè, van dat zag je natuurlijk ook, Zelensky in zijn mooie trui bij Biden. En iemand twitterde of publiceerde in ieder geval iets van, nou ja, de vrije wereld met Zelensky en met Biden. En dan zit Poetin bibberend in zijn bunker. Nou, dit gaan we winnen. Ja. Is dat een te rooskleurige voorstelling van zaken? Ik hoop het wel, maar er is ook heel veel wensdenken. Ja. Wij dachten ook dat zij ook wensdenken kunnen doen, dat door die sancties in te stellen met Rusland, waar ik het helemaal van harte eens ben, dat meteen volksonrust zou. Nou, daar is nog geen sprake direct van. En de cijfers van de Russische economie, die implodeert wel een beetje de economie, maar de winsten nog uit olie en gas zijn vrij hoog. Hè? Dus die is nog niet kapot, die economie. Zeker niet. En er is enorm veel parallele import. Ik geloof, ik heb geen kranten gelezen, maar was de Volkskrant, NOS, over. Mm-hmm. Dus het gaat wel via Wit-Rusland enzovoort. Ik was in allerlei sluikwegen. Ik ken nog steeds mensen in Moskou. Auto-industrie is weg. IKEA is dicht. McDonald's is dicht. Maar er zijn wegen om aan dingen te komen. McDonald's heet nu Vkusne Itochka, dus lekker en punt. Ja. En dan denk je, nou... het bestaat toch wel? Ja, het bestaat. alles is nu met wit karton. Ja. Een wit karton smaakt precies hetzelfde. Ja. Maar dat is ook weer... die McDonald's is natuurlijk vooral weggegaan uit angst voor reputatieschade. Maar ik heb degene gesproken die bij die deal betrokken was met een of andere olie-oligarch uit Siberië. Mm-hmm. En in dat contract staat dat McDonald's, als de omstandigheden veranderen, het recht heeft om binnen 15 jaar al die filialen weer terug te kopen. Ja. Dus het kan en, nog. IKEA doet niks, maar staat stil. Ja. En je hebt wat dan heet parallel import, dus bijvoorbeeld Zara. Dat heet dan iets anders, maar dat gaat dan nu via heel veel Wit-Rusland, Kazachstan, al die voormalige Sovjet-republieken. Landen hebben ook nog mogelijkheid om dingen binnen te brengen. Ja. En dat is natuurlijk een interessante markt voor elke multinational als het weer een keer rustig en stabiel wordt. Dus Rusland is niet overboord gekieperd, we kunnen niet wegdenken. En dat is ook iets, dat het is allemaal veel te prematuur, je mag er niet over praten, maar die oorlog mogen het morgen voorbij zijn. Mm-hmm. Maar dan? Ligt Rusland daar en Oekraïne. Ja. Kijk, wat er gaat gebeuren in mijn optiek, en dat is ook heel erg begrijpelijk, is dat Oekraïne wordt, of Rusland wordt zoiets als Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, daar ga je niet naartoe. Ja. Ik vind dat voor mezelf een tragedie. Ik ben hier 2 dagen, meteen na aankomst heb ik op Amsterdam Centraal, op het eerste klasse restauratie, heb ik met Cheng Schei even koffie gedronken. Als een grote Ruslandkenner. Zeker, hij is een van de grootste slavisten op dit moment. Zeker. En die oorlog heeft hem dan... elke tragedie moet je niet met elkaar vergelijken. Maar hij had in de Hermitage aan Amstel... was hij curator over de Russische avant-garde. En dat is nu een ander museum aan het worden. En dat is nu een ander museum aan het worden. En al die investeringen... Alexander Munning of wat het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. Ik had zelf met die echt letterlijk het afgelopen jaar voor de oorlog... met Juri Albrecht van de Bali hadden we het plan opgevat om een Bali aan de Neva te doen. Dus... Ja. Dus allemaal weg voorlopig, hè? Ja. Dat is, nou ja, dus het is dood. Ja? Dood, ja. En, maar het land is straks niet dood. Maar het land is straks niet dood. En
Dus terecht als Oekraïne krijgt alle steun en geld. Maar je kan dat land ook niet zomaar laten liggen. Want dan doe je weer de fout die we na de Eerste Wereldoorlog hebben gedaan. Ja. Met het verdrag van Versailles. Want Rusland moet herstelbetalingen doen en dit. Ja. Ik begrijp het allemaal wel. Maar 140 miljoen Russen, als je die dan collectief te verpauperingen gaat, dan creëer je weer een nieuwspook. Dus tussen 45 en 49 is er ook door de geallieerden van alles gedaan. Afhankelijk ook met de Russen. Om Duitsland weer in ieder geval economisch te verheffen en ook vrij snel politiek weer te democratiseren. Maar inspanning zou je ook nu moeten doen. Als je het gek hebt, dat die. He, die hele Marshallplan en de Duitsers enzovoort. Men zegt altijd, dat heet dan vergangenheidsbewältigung, dat de Duitsers dat wel hebben gedaan, die Tweede Wereldoorlog. Het duurde wel even, hoor. Een aantal mensen zijn geofferd. En heel veel mensen die zijn gewoon in de advocatuur, in de artsen, in de rechtelijke macht en overal politiek, teruggekeerd. Ja, ja. En het zakenleven. Maar goed, het is wel iets dat zou heel erg een positief effect als Oekraïne deze oorlog wint, hoe dat er ook uit mag zien. Ja. Want ik zie geen zegen van de Krim en wat ze al. Dat zie ik niet. En onder wiens leiding gaat dat proces dan in Rusland plaatsvinden? Moet er dan een soort alternatief voor Poetin worden bedacht? Of, ja, nou ja, hopelijk. God aan wie? Nou ja, er zijn nu 1 miljoen Russen in het buitenland in een jaar tijd. Ja, dat zijn niet allemaal domme mensen. Nee, dus uit de diaspora misschien. Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat natuurlijk vanuit de diaspora een land, maar ook Rusland, het grootste voorbeeld is natuurlijk Lenin. Ik bedoel, Russische revolutie in 1917 is eigenlijk, Nabokov zegt dat zo mooi, is geïmporteerd in blik. Wat hij ermee bedoelde, dat Lenin woonde op dat moment in Zürich, in Zwitserland, met zijn revolutionaire bende. Mm-hmm. Moet je voorstellen, Lenin was toen al 15, 16 jaar in het buitenland. Ja. Duitsland was toen in oorlog met Rusland en met Frankrijk. En Duitsers dachten, als we nou rust creëren aan het Russische front, kunnen we ons gaan richten op Frankrijk of op andere fronten. Ja. Dus wat hebben die Duitsers gedaan? Die hebben dus die trein, die beroemde trein, vanuit Zwitserland door Duitsland heen naar Finland hebben ze Lenin geïmporteerd. En die heeft dus toen daar die revolutie ontketend. In Duitsland heeft natuurlijk weer die brand in Scandinavië gezeten en Konrad Adenauer heeft braaf de oorlog overleefd. Ja. Maar goed, Duitsland was zelf natuurlijk bezet door 3 geallieerden. Zeker. Rusland is nog niet bezet, gaat misschien de oorlog verliezen. Kan nog heel lang duren. En daarna is Rusland niet bezet, maar wel een soort van verslagen in de zin van ze hebben de oorlog verloren. Ja. Dat is een rare situatie natuurlijk. Ja, één scenario voor Rusland en voor de hele voormalige Sovjet-Unie is natuurlijk dat er geen scenario's zijn. Nee. Niemand die het weet. De geschiedenis gaat ons gewoon weer helemaal verrassen zoals altijd. Mm-hmm. En je kan instrueren voor punt A, uitkomst A, punt B. Het zal altijd weer anders gaan. Ja. Maar je kan wel een aantal scenario's toch schetsen. Ik denk dat, stel dat Poetin weggaat, dat er, en dan zeggen ze, er komt iemand die erger is. Ik denk dat het zou kunnen. Maar heel snel al zullen ze zien dat de weg van Poetin, de weg die doodloopt is. Doodlopend is. Je gaat niet 2 keer een doodlopende weg in. Hè? Dus je zal dan een korte periode van heel snel opeenvolgende machtswisselingen hebben, zoals je dat vaker ziet. Ja. Totdat dat een soort gezwel is uitgeëtterd. Ja. En dan zal men weer, toch een soort rationeel, althans even wat ik hoop, hè, dan. Ja. Je moet dat een land ook gunnen. Ja, maar is er een parallel met die rare periode in de Sovjet-Unie van Tsjernenko en Andropov voor Gorbachev misschien? Ja, maar dat was eigenlijk omdat ze allemaal stokhout waren en gingen allemaal de ene en de andere dood. Ja. Maar uiteindelijk kwam daardoor wel Gorbachev op natuurlijk. En hij is 93 geworden. Hij had dat allemaal niet voorspeld. Hij heeft iets ontketend wat met hem op de loop is gegaan. Ja, hij heeft het natuurlijk in 1991 niet goed gedaan, maar daar moeten we misschien niet langer. Nee, maar aanvankelijk schatplichtig aan dat soort mensen. Heb jij nog contacten, Pieter, met, wat ik nou maar even met het verkeerd woord, misschien goede Russen noem, die nog daar zijn of in de diaspora? Ja, heel veel. Wat hebben die mensen, hoe leven die mensen? Wachten ze de storm af? Zitten ze? Nou, ten eerste bijvoorbeeld, ik noemde even die mensen van Memorial, die zitten daar, die wachten af. Heel veel mensen, dat is ook altijd zo makkelijk om te zeggen, waarom vlucht je niet? Dan moet je even voorstellen, je woont in Haarlem. Ja, dat is ook zo lekker. Ten eerste, je moet de financiële middelen hebben, je moet de gezondheid hebben. Ja. En dus wat je dus ziet is dat heel veel, wat ik zeg, 1 miljoen zijn vertrokken.
heel snel al. Het zijn natuurlijk altijd jonge mensen vaak, die ook in de journalistiek, in de cultuur, in de kunsten zitten. Heel veel technische mensen die dus iets kunnen doen met de computer, dat ze hun geld kunnen verdienen. Waar ze dan ook zijn, hun geest is hun instrument. Maar goed, dus ik heb eigenlijk helemaal heel weinig. Onze familie is heel erg klein, maar mijn neef zit in Israël en mijn zwager gaat ook naar Israël. Ja. Dus en dat is ook dat zijn hele zware beslissingen voor die mensen. Ja. Want die hebben gewoon. Maar bel je wel eens zo twee keer per week met Russen? Of ben je toch nu ook in Frankrijk en Nederland toch wel? Nee, maar ik zit gewoon fysiek daar in Frankrijk. Maar het klinkt raar, maar misschien over een week naar Oekraïne toe. Ja, en wat ga je daar dan doen in Oekraïne? Ik wil het zien. Je wilt gewoon zien. Ik wil die mensen spreken, horen. Ja. Ik weet de verse beelden van Rusland staan op het netvlies. Ja. Dus ik heb daar ook in Moskou mensen gesproken enzovoort. En ik wil dat gewoon. Kijk, je moet je voorstellen, mijn afgelopen. Ja, het klinkt een beetje hoogdravend, maar het is toch wel zo. De afgelopen kwart eeuw is mijn leven verwrongen. Het is ook je vaderland in een way. En ik had het net over Alexander Munninghoff bijvoorbeeld. We hebben zoveel gereisd enzovoort. Ja. En als wij naar Rusland gingen, dan bedoelden we ook. Ja, ik bedoel niet in de Poetin-zin, maar Odessa is voor ons ook gewoon thuis. Hè? Dus, of Kiev, of Lviv. Dat geef je niet op, toch? En dat is ook zo'n tragedie, dat alles natuurlijk gewoon zo zwart-wit is gezet. Maar, dus het raakt mij aan alle kanten natuurlijk. En cultuurdragers, ik had vroeger zelf nog wat te maken met Michal Petrovski, de directeur van de Hermitage. Ja. Ik denk aan het Bolshoi-ballet, ik denk aan het toneel, het theater. Daar heb Gergiev was natuurlijk al een beetje erg poetendachtig. Maar is er nog een groep van cultuurdragers waar je wat kan verwachten? Of zitten die ook allemaal angstig te sidderen? Bijvoorbeeld het Mariinsky Theater, ballet, want dat zijn troepen, het Franse troep. Wat ook voor orkesten geldt en ook hier heel veel internationale mensen. Dus bijvoorbeeld de ballerina's en zo, die zijn weg. Die zijn al heel snel, waren die weg enzovoort. Ja. Vervolgens, de programmering gaat nog door. Ja. Gergiev, hij was natuurlijk al in Syrië en ook op de Krim. Ja. Maar daarbij is ook nog het schandaal gekomen dat hij dat fonds had opgericht voor muzici. Waarbij gewoon al die huizen in Italië. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat iemand die zo briljant en geniaal is, dat nog nodig heeft? Hè? Zo kortzichtig, zo winstbewust. Ja. Ik denk dat met Gergiev dat die zijn internationale carrière voorbij is. Klaar, hij is gecanceld. Met Trepko, die hield even de boot af, die treedt nog wel op. Ja. Petrovski. Petrovski is een zaak waar ik heb het ook met Schenk erover gehad. Want ik ben ook wel een paar keer in zijn kabinet geweest. Ja. Petrovski is in wezen eigenlijk de nieuwe tsaar in de Hermitage, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij ziet dat ook zo. Ja. Zijn vader was ook. Ja. Dan kwam je bij hem thuis of bij hem thuis op het Winterpaleis, de Hermitage. Ja. Je bent er misschien ook geweest. Is zijn kantoor. Ja. En een hele, kast staat vol met foto's van Willem-Alexander stond erop. Ja, maar hij is zo half Nederland. Half Nederland. En dan zei hij ook van dat klokje, zie je dat klokje? Ja. Dat stond bij Tchaikovsky thuis, weet je wel. Ja. Een soort imperiale, heel veel van dat soort families. Maar nu moet hij kiezen tussen Poetin en... Nou ja, dat heeft hij gedaan dus. Ja. Hij heeft dus een... ik weet niet, maar ik heb het gelezen. Hij zei zoiets van, als de kanonnen bulderen, kan de dichter niet achterblijven, zoiets. Dat is ongeveer de taal die je hoorde in 1914. Zou hij dan zelf bedacht hebben? Misschien? Je weet misschien dat in 1914 dat zelfs Thomas Mann. Ja, ja, die was Friese Fröhliche Krieg. Ja. Heel veel Duitse intellectuelen en niet de rechtse waren opeens heel erg voor die oorlog. Dat was een soort verheffend iets. Een soort purgeermiddel van de dingers. Ja. En in die terminologie heeft Petrovski, als je die tekst leest, ik weet niet meer vreselijk. Waar. Die staat dus gewoon aan de kant van Poetin. Ja. Die heeft dus als het ware dan heb je allemaal, dat zijn allemaal rotschrijvers, maar de literatuur in de gazette, zeg maar, we hebben zo'n krant niet, hè? Ja. Dus de literaire krant, zou ik maar zeggen, die hadden ook al meteen al een soort schrijversmanifest die zich achter de oorlog stelde. Erg eigenlijk. Maar je hebt natuurlijk ook hier in exil, ik zag het hier vandaag in de boekhandel ook liggen, gewoon van Russische schrijvers die natuurlijk al lang in het buitenland zaten enzovoort. Ja. Dus je hebt weer die exilliteratuur en dat soort Russen zijn er ook, niet alleen in het buitenland, maar ook in Rusland. Ja. Nogmaals, niet iedereen kan gewoon weg. Ja. En hoe verzet je je? Het is buitengewoon tragisch, omdat
voor de Oekraïnse bevolking natuurlijk en al die vluchtelingen in de eerste plaats. Maar Poetin sleept twee landen mee de afgrond in. Mm-hmm. Twee landen. Rusland en Oekraïne. Ja. Ja. En nog een beetje spillen. Misschien heel even over jezelf, want het is natuurlijk ook nog wel een aardig onderwerp om het er even over te hebben. Je bent langzamerhand een gevierd schrijver, terwijl je 30 jaar geleden dat nog niet was. Toen had ik nog niets geschreven. Volgens mij. Laat begonnen. Ja. Laat bloeien. Ja, ja. Hoe ervaar je dit succes in dit rare jaar? Hè? Je boeken worden in Nederland goed verkocht. Je wordt ook vaak nu vertaald in het Engels. Je bent daar ook op tournee geweest. Is dat een soort zegen van boven, maal je eigen verdiensten, maal de loop van het lot? Alles is gelukkig toeval. Alles is gelukkig toeval. Alles is volstrekt. Nee, maar als iets gebeurt, had het ook niet kunnen gebeuren. Mm-hmm. En dat moet je altijd gewoon in je ogenschouw nemen. Ja. Ik kwam me nog herinneren dat ooit, was ik wel, dit is misschien 20 jaar geleden. Even mijn eerste boek was ik samen met Tommy Wieringa genomineerd in. Voor een Belgische prijs, nou weet ik niet hoe die heet. Maar goed, stonden we in de Boerla Schouwburg. Er waren vijf genomineerden. Ja. En dat was het Joost Speedboot, dat boek. En voor mij was een ander boek, Hollandse Romans. Groot hit geworden, Maar toen nog net niet. Nee. Dat kwam kennelijk daarna. En we stonden op het podium en dat was 10.000 gulden nog. Nou, weet ik niet. Stonden we daarna. Ik hoor nog, mag ik dat zeggen? Ik heb dat geld nodig. En een paar weken later kwam dat enorme succes met Joost Speedboot. Ja. En later kwam ik er nog wel eens tegen met A.L. Snijders. Dat kan ik me nog herinneren in Amsterdam. De korte stukjes. Die waren goed met elkaar bevriend. En toen kwam Wieringa tegen mij. Dus ik zeg, nou, geweldig. Mm-hmm. Ja. Hij zegt, het had ook niet kunnen gebeuren. En dat geldt bij muzici, mm-hmm. toneelspelers, zakenmensen. Laten we wel wezen, de ene begint een patatkraam en die wordt door de wind opgegeven en die ziet het nooit meer terug. En de ander maakt binnen 10 jaar een keten. En zo geldt het ook voor de kunst, denk ik. Dat is waar, maar je moet wel wat kunnen. En jij kan wel wat. Je kan zwierig schrijven met veel ironie, sarcasme, humor. Je hebt een hele specifieke stijl, die heb je natuurlijk wel doorontwikkeld. Vind je ook je laatste boeken beter dan je eerste? Of is dat een te lastige vraag? Ik lees het nooit terug. Ik moet zo direct iets voorlezen, maar misschien... Dat had ik dus helemaal... Dat was ik helemaal vergeten, dat ik het überhaupt geschreven had. Voor je toch wat? Ja. Nou, dat zal ik zo direct... Dat zal ik zo wel even bekijken. Maar, ik had het gewoon... als je zelf feliciterend helemaal niet, het is altijd gewoon... Nee, maar je schrijft wat je schrijft. Je gaat maar analyseren. Door. Nee. Nee, en, maar je hoopt altijd, kijk, je hoopt op een zeker... Kijk, als ik lees, hoop ik op een zeker vermaak. Hè? Je kan wel soort zeggen wat voor soort schrijver je bent. Dat lukt wel, geloof ik. Je hebt ook hoog filosofisch. Kijk, je kan nooit slimmer zijn in je boeken dan dat je zelf bent. Dat is sowieso. Anders val je door de band. En ook je personage kan je verzinnen, die kan nooit slimmer zijn. Nee. Hoewel ik af en toe wel eens denk, jezus. Ja. Als ik de... maar dat heb je... Ja, maar ik proef bij jou wel een soort afrekening, is een groot woord, maar een soort ironie over Nederland, ironie over Europa, Poubel, ironie over Nederland, de Rad van Amsterdam met die postcode loterij, die Giro loterij en dat overdreven gedoe. Zit daar ook een behoefte in om je af te zetten tegen Nederland? Of ten eerste, zo zit ik in elkaar. Je loopt door een dorp en een stad en je reflecteert. En ofschoon ik dus niet in Nederland woon, maar dan toch hier ben en toch door de zegeningen van het internet kan je heel veel dingen volgen natuurlijk. Ja. Verbazen heel veel fenomenen mij nog steeds. Misschien zie je het wel sneller, wat scherper of zo. Ja, heel veel schrijvers wonen ook gewoon. Ilja Vijf woont in Italië, Grunberg woont over de hele wereld. Uh-huh. Dus er zijn heel veel schrijvers die gewoon toch ook vanuit het buitenland naar Nederland kijken. Laten we wel wezen, bijvoorbeeld, ik niet mee vergelijken hoor, maar Hermans, die in zijn, zeker in zijn eerste, vroegere romans, na oorlogs in Nederland, dat hield hij een spiegel voor. Ja. En daar gebeurde nogal wat. Als ik het, zo'n roman Poubel, die speelt zich in al die gebieden die we nu in de krant lezen, maar dat heb ik 6 jaar geleden geschreven. Ja. Volgens mij, maar dat heb ik ook niet teruggelezen, maar toen ik die reden van Poetin hoorde, later weer, dat hij... onlangs, een paar maanden geleden, volgens mij heb ik dat letterlijk ergens in de mond van een van mijn personages gezet. Ja, dat zou omdat je daar bent. Maar bijvoorbeeld de Rad van Amsterdam.
gaat eigenlijk over de immigrant uit Letland naar Nederland toe. Ja. Dus, dan kijk je al met andere ogen naar Nederland. Van de buitenlander naar Nederland. En hij komt dan uit een omgeving, namelijk de Sovjet-Unie bestond toen nog, ja, waar de leugen heerst. Ja. De leugen van het communisme, zoals nu de leugen van Poetin heerst. Mm-hmm. Maar dan denk je, dan ben ik hier in het Vrije Westen en dan gaat hij werken voor een soort postcode loterij. Achtige omgeving waarin allemaal liefdadigheid wordt gedaan. Maar dan ziet hij gewoon dat het eigenlijk om het eigen belang gaat. Dus hij ziet vooral de leugen ook hier. En dat soort boeken, die worden helaas weinig geschreven, maar hebben ook nul invloed, want sommige mensen zien niet eens die parallellen, wat ook mooi is trouwens. Nee, maar het zijn scherpe boeken over Nederland en je bent natuurlijk, je hebt de blik van iemand die in het buitenland woont. En je beschrijft ook wel weer heel mooi een snackbar in Amsterdam-West. Is dat dan je rijke fantasie? Ik heb daar gewoond. Ja, dat heb je gewoon mee in je hoofd. Je vult gewoon in. Dus die immigrant, Ruben Katz, die komt volgens mij in 89 komt die ergens te wonen in de Van Wouwstraat. En die buurt ken je uit die tijd? Nou ja, ik heb in 79, 80, heb ik op kelderwoningen, Hoek, Stadhouderskade, Van Wouwstraat. En toen had je een patatzak Barbarella, maar misschien bestaat het nog. Ik ben er niet geweest te kijken, maar ja. Jane Fonda, maar ja. Goed. Voel je je erkend door de Nederlandse, ik weet niet of het een intellectuele of journalistieke of literaire elite is? Of ben je nog steeds een beetje de odd man out die nou heel veel succes heeft? De lastige vraag, wat is de elite? Maar voel je erkend, die bestaat. Miskend? Miskend niet. Ik heb een andere weg begaan, denk ik. Ja. Mm-hmm. En wat trouwens ook wat niet verstandig is hoor, maar ik houd mensen graag spiegels voor, ook in mijn werk, waarbij ik ook de lachspiegel naar mezelf kijk, hè, want je moet jezelf ook niet sparen, doe ik ook zeker niet, anders ben je wel heel snel in een soort moralistisch territorium. Mm-hmm. Maar het wordt niet altijd in dank afgenomen, omdat heel veel mensen zich daarin herkennen. Mm-hmm. En de literaire wereld is, net zoals elke andere wereld, een wereld waar mensen elkaar kennen. Ja. En, want jij woont hier niet, hè? Het is gunnen en misgunnen. Maar ja, ik vind het. Ik heb nul grudge. En wat jij zei, afgezien, dat was ook wel een soort redding, moet ik een beetje zeggen, dat ik uit Rusland weg was door. Mijn Engelse vertaling, die heel goed ontvangen is in alle de Engelse The Times en de Guardian en de Spectator enzovoort. Dus daardoor werd ik heel veel uitgenodigd op festivals. Mm-hmm. Van Oxford tot Cheltenham. En ik was bij een landgoed, het landgoed van Prins Charles toen nog. Dat was afgelopen zomer, nu is hij koning. Waarbij je dan met de kleindochter van Churchill, die net haar memoires heeft geschreven. Dat is een soort Downton Abbey-achtige omgeving. Kijk eens aan. En dat is toch. En eigenlijk is, dat heb ik altijd al de afgelopen 15 jaar tegen mezelf gezegd. Het leven zelf is uiteindelijk veel belangrijker dan literatuur. Dat is maar het is leuker als je het intertwined. Als het... Dus misschien hoop je nog op een PC-hoofd of een Libris of een. Wel nee, daar ben je niet met mij boven. Nee, maar dat weet je, hoe je weet hoe de hazen lopen. Mm-hmm. Ik bedoel, het is toch echt. Kees zit hier in de zaal. Die is Kees Javraat. Kees Javraat is vanochtend bij Maarten het Hart geweest. Hij gaat altijd voor kerst. Ja. Dat vind ik ook fantastisch. En ik ben ook met Kees 2 keer bij Maarten thuis geweest. En deze man is zo. Als iemand iets verdient. In alle categorieën. Je hebt geen poëzie, maar je hebt beschouwend proza en literair proza. Ik bedoel, hij had alles. Je moet je voorstellen, al die stukken die Maarten het Hart in NRC Handelsblad schreef, al die essays, die allemaal gebundeld zijn, de vrouw bestaat niet enzovoort. Hè. Ja. Hij had het al 10 keer moeten krijgen. Maar wat je nu hebt, is dat je dus nu in die juries heb je de generatiewisselingen. Die kunnen de grootsheid niet begrijpen van Maarten het Hart. Uh-huh. Als je mij vraagt over de PC Hoofdprijs, wil ik dan zeggen wie ik heel graag zou willen dat die zou krijgen. Geert de Meijzing. Nou ja, daar hoor je ook niet heel veel. Maarten het Hart. En Mensje van Keulen. Ja, dat zijn allemaal die zou ik het van harte gunnen. Ja.
wordt al instemmend geapplaudisseerd. Het viel mij op, en ik spreek al eens mensen die jouw boeken kennen, die zeggen, ja, wel fantastische boeken. Dat laatste boek, Brief aan mijn vrouw, dat is wel een beetje heel persoonlijk. En een beetje een gek boek met de corona en die halve affaire daar op het appartement. En ja, dat bellen met zijn vrouw, om het allemaal een beetje goed te houden. En die rare ontmoeting met die jeugdvriend en zo. Is dat een ander type boek? Had je zin om even... Nee, ik vind dat helemaal heel raar. Nee, helemaal. Het is allemaal waar. Dat is het enige. Mensen dus verwachten... Kijk, dat is zo dat als je een bepaald boek schrijft, dan moet je eigenlijk altijd hetzelfde... Je gaat naar Van der Valk om altijd het cash op die kaart te hebben. En als het er niet is, dan voel je je alweer bekocht. Ten eerste is het een dunner boek, die 300, niet 500. Het is gemerkt dunner en het is... Het is heel fascinerend, het leest ontzettend lekker weg. Ja, maar het is een kleine boek. Leven, hè? Maar ik heb gewoon, ik was toen ook door die corona tussen Rusland en Nederland. En ik zat op dat schrijversappartement, wat ook altijd boven dat spui. En ik heb daar gestudeerd. Toen ik dan letterlijk uitkeek op dat spui, keek ik ook uit op wat iedereen deed in die coronatijd op mijn leven, op je leven. Hè? Men gaat terugkijken enzovoort. Ik vond het ontzettend mooi. En die coronatijd heb je ook prachtig beschreven. Nou ja, dat is gefixeerd. En het is een kleine roman. Maar in Trouw stond een recensie, een overbodig boek. Dan denk ik van, houd toch op. Is dat zuurigheid van Nederland? Ja. Maar überhaupt het woord overbodig. Want als je dat gaat gebruiken voor kunst, dan ga je het al heel snel gebruiken voor mensen, weet je wel. In het Russisch heb je Lishni Tjalawiek, een overbodig mens. Overtollig mens. Maarten Biesheuvel heeft dat goed vertaald. Een overtollig mens. Dus een overtollig boek. Dus lig je daarvan wakker? Ik vind het helemaal niet. Raakt je wel, denk ik. Ja, het raakt me omdat het is te gemakkelijk. En het punt is ook dat het boek gerecenseerd is door jonge mensen. Mm-hmm. Het gaat over thema's als ouder worden. Het gaat over kinderloosheid. Ja. Het gaat over weerzien en ouder worden. En dan moeten mensen, meisjes, sorry dat ik het zeg, van de Volkskrant van 34. Mm-hmm. Die literatuur is ook altijd toch... toch een condensatie van de tragiek van het bestaan. Gestolde ervaring, dat wil niet zeggen, verdriet, gestold. Natuurlijk kan je als slimme twintiger kan je een boek van een tachtiger begrijpen en omgekeerd, dat begrijp ik ook wel. Maar die thematiek van ouder worden, dat is niet sexy in deze tijd natuurlijk. Nee, begrijp ik wel. Nee. Maar ik ben blij dat het boek bestaat. Ja, ik ook. Voel je ook niet genoopt, maar probeer je de Nederlandse literatuur nog een beetje te volgen? Van André Daanje, Philip Huff, ik noem maar wat, Lucas Reineveld, gangbare boeken. Ja. Die lees ik, ja. Okay. Ja. Herman Koch, een fantastisch boek. Daanje, die heeft dezelfde Duitse vertaler als ik, die is nu... Ja. Ulrich Faure, die heeft Poubel en Lenis Balsem. En ook Tchaikovsky staat in Duitse stad. En die is nu bezig met... Het soldaat heeft hij al... die is nu bezig met die ooievaar en de dinges. En het is natuurlijk fantastisch dat zo'n vrouw dat doet. Kijk, ik kan heel erg bewonderen. Ik denk dat elke vorm van prestatie, als je überhaupt het woord prestatie, komt altijd voort uit de bewondering. Ja. Bomans, we komen zo direct over Bomans te spreken, want hij in Haarlem. Die in de jaren 60 al zei hij, was er ook al een discussie over het onderwijs van, het moet uit het kind zelf komen. Mm-hmm. Het moet uit het kind zelf komen. Toen zei Bomans, wat kan er uit het kind zelf komen als je er niet eerst iets in stopt? Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik hier nou kom, maar oké. Okay. Ja. Okay. Hoe heb je de afgelopen 10, 11 maanden geleefd? Nog één keer teruggegaan naar Rusland om dingen te regelen en misschien om mensen op te zoeken. Je bent een paar keer op tournee geweest, ook in Engeland, ook in Nederland, zo nu en dan. Ja. Je woont voor de rest in Frankrijk. Ja, platteland. Huis van mijn familie. Hoe breng je daar je dagen door? Hout hakken, wandelen? Ja, eigenlijk ook wel. Veel wandelen. Veel wandelen, hout hakken, bewegen. Ik heb ook... Mensen vroegen, ik heb natuurlijk in Moskou, Petersburg, Moskou 15 miljoen, Petersburg 6 miljoen mensen gewoond. Kan je daar wonen? Heerlijk glijd ik erin. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb dan nog het geluk dat ik altijd goed mijn woordjes Frans heb geleerd. Dus dat ik Frans spreek. Ja, je kan meekomen met... Maar mijn buren, mijn directe buurman, die was altijd de koorbouwer van de opera in Parijs. Oh, dat is toch wel weer leuk dan. Maar die was in die boerderijtje, is hij geboren, is weer teruggekeerd met zijn vrouw. En... dan zit hij te zeggen van, wat is van
de week nog over Franse actrices of over Gérard Depardieu, weet je wel. Ja, ja. Of die had hij allemaal, die kent hij allemaal. En, dus je hebt ook wel intellectuele feedback, afgezien van je eigen... Ja, en mijn vrouw is natuurlijk een heel erg... want voor haar is het... Ja, en zij voor haar... Kijk, afgezien, je mag het niet zeggen, maar voor haar is het natuurlijk echt een tragedie, omdat ze zeer van de muziek... Ja, zij woont in het Marinsky Theater, ze volgt alles enzovoort. Maar we zitten daar in die zin gezegend, dat we zijn dus al twee keer naar een concert van Sokolov geweest. Zegt de meeste componist Sokolov, natuurlijk. Die niet in, nooit meer in Moskou optreedt. Wel elk jaar altijd in zijn geboortestad Petersburg, Leningrad. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. En we zijn anderhalf uur rijden en dan zijn we dus in Toulouse, waar hij onlangs een concert had. Ja. Dus dan is het een hele aangenaam... Dus je hebt daar nog wel een goed leven? Ja, ik had eigenlijk een ander boek gepland. Ik kan geen fictie schrijven onder deze omstandigheden. Nee. Nee. Ik heb mijn rust daar niet voor. Nee, je hebt tot te veel beweging in je hoofd. En ja, ik kan het grijpt mij te veel aan. Want ik ook alleen al doordat ik altijd alles volg. Tijd. Dat kost ook veel terwijl energie. Ik ben geen journalist meer of zo. Ik heb geen outlaat. Nee, ik heb maar toch column, ik heb niks. Je voelt je gedwongen. Dus je hoofd is niet leeg genoeg om nu te gaan zitten aan een nieuw boek. Dat is altijd een foute vraag aan de schrijver, hoor. Dat weet nou ja, ik heb dus... wat ik niet had verwacht... laat ik zo zeggen... Ooit heb ik een dagboek bijgehouden, in Moskou dit en dat. Maar ja, dat tikte ik dan op een computer enzovoort. Ik ben kwijtgeraakt. Okay. Heel veel. Ja, omdat ik gewoon te dom ben. Crash van een ding. Verkeerde knop. Ja, gewoon weg. Het is niet in de cloud of zo ergens. Nee, maar had ik dat maar gedaan. Ja, dat is niet. Het was allemaal weg. Weg. Dagboek weg. Shit. En vorig jaar deze tijd, was november, dus even een paar weken eerder. Deze tijd had ik dan... Dat boek waarvan jij zegt van die gaat naar mijn vrouw, maar dat had ik net af. Ja. Had ik ingeleverd bij de uitgever. En ik was in Petersburg en ik liep een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Ja. Omdat ik denk van toen heb ik gewoon een beetje zo'n dagboek achter begonnen. Ja. En ik heb eigenlijk al snel weer wat genoeg. Toen dacht ik van ik had hem mee op in december. Mm-hmm. Toen tekende het zich die oorlog af. Ja. Ja. En dus ik heb het afgelopen jaar. Hoewel ik amper discipline heb ik een soort discipline opgebracht om dat dagboek vol te houden. Oh, je bent nu met een... En dat heb je goed beveiligd en goed opgeslagen. Dat kan niet meer. Ja, en ik... Sterker nog, ik stuur het naar mijn backup. Redacteur. En dat komt in Deo Volente in het voorjaar uit. Oh, dus je gaat weer gewoon publiceren, voorjaar 23, mijn dagboek. Over dit en over dat. Dat heet... het omslag is er al. Van huis en haard. Nou, dat is een dagboek van een jaar op drift. Ja. Prachtige titel. Breng me op de laatste vraag, want we moeten om 4 uur eruit. Ja. Jij niet, maar ik wel. Wanneer keer je weer terug naar Tchaikovskystraat? Ja, dat klinkt heel gek, maar ik heb dus nu geen Russisch visum. Het is verlopen. Je kan er ook niet in. Nee, ik kan nu. Ik heb geen visum. Je kan er niet in. Nee. Het cliché van de hoop sterft het laatste het Russisch. Maar het is wel zo in dit soort omstandigheden. Ik hoop vooral voor die mensen die nu die vreselijke koude winter ingaan. Het is niet normaal. Ik bedoel, hier hebben we het over graadje. Hè? Mensen die gewoon niet kunnen betalen, wat al heel erg is. Ja. Maar als het er helemaal niet is. Dus dat is een vreselijke winter. Ja. Afgezien van die arme stakkers in de loopgraven. Aan beide kanten hoor. Dus dan gaan mensen misschien wel dood door de honger of door de vrieskou. Dus ten eerste hoop ik dat het voorbij is. Maar... Als het dan gereguleerd is, hoop ik dat er toch een andere vorm van verstandhouding weer komt. En dat ik dan weer terug kan. Want, een arrangement. Want al mijn spullen staan er. Mijn boeken, mijn schilderijen. Mijn leven staat daar toch. Van Julia, de meubels, al met alle herinneringen. Het huis is niet in beslag genomen. Hè? Dat is ook nog even een risico. Gelukkig. En je gaat eerst naar Oekraïne om erbij te zijn, te horen, te kijken. Nou ja, ook andere redenen. Misschien kan ik een handje helpen ergens. Maar ik wil gewoon, maar ik weet niet of het... Pieter, ik wens je een heel gelukkig nieuwjaar en mooie kerstdagen. Dankjewel. En een heel vruchtbaar jaar 2023 met vrede zo mogelijk. Dank u wel. Dank je wel. En ik geef nu met plezier het woord over aan boekhandelaar Kees Schafrat voor deel 2 van deze middag. Nou, dames en heren,
Fijn dat ik hier ook even mag zijn. Voor mij is het ook een thuiskomst in Haarlem. Zeker. In 1983 begonnen bij boekhandel De Vries in het mooie Haarlemse. Jullie gaan mij niet heel lang zien. Dat is weer het mooie deel van het gebeuren. Maar ik ga wel even uitleggen wat we hier gaan doen. Want we zijn heel blij dat we hier in de pletterij mogen zijn. Het is eigenlijk een combinatie van twee bijzondere gebeurtenissen. Eén is het mooie interview wat je net hebt gegeven. En twee is een project wat we eigenlijk al sinds de zomer hebben lopen. En dat heeft een kleine ontstaansgeschiedenis. En dat komt omdat hiervoor, we hebben mij al net genoemd, Maarten Biesheuvel, Jan Keizer was een van de huisvrienden van Maarten Biesheuvel en is ook uitgever van Avalon Pers. En de bibliophielen onder ons, laat even wat handjes zien. Nou, niet zo bescheiden mensen, ik zie dat al. Die kennen natuurlijk de uitgaves van Avalon Pers, handgezet. En Jan belde me eens op en zei van, goh, ik zou zo graag nog eens een tekstje van Pieter Waterdrinker willen uitgeven. Nou, zoeken. En uiteindelijk kreeg ik van, ook een aanwezige hier, Frank van der Voort, hij duikt een beetje weg, kreeg ik een exemplaar van het Hollands Maandblad uit 2004. Met daarin het verhaal, een thuiskomst in de Fantoomstad. Nou, ik lees, en dat gaat natuurlijk, we gaan dat straks uiteraard horen uit de mond van de auteur. Dat is een verhaal en dat speelt zich af. Voor een deel in Haarlem, daar waar het allemaal begon. En nou ja, afijn, zodoende is dat verhaal weer. Ik heb het eerst eens aan Pieter gestuurd en zei, maar dat verhaal, dat ken ik helemaal niet meer. Dat is 2004, joh. Ik was een soort Arno Grunberg in die tijd. Ik stuurde iedereen maar wat in de hoop dat ze het gingen publiceren. En dat is inderdaad zo gelukt. En uiteindelijk heeft Jan Keizer dat verhaal handgezet. En dat is heel bijzonder. Dan moet ik me even corrigeren als ik het niet goed heb. In het korps de Haarlem. Zeg ik goed? 14 punts. En daar zijn er maar wereldwijd hoeveel van? Hoeveel sets zijn daar in wereldwijd? Nee, is goed. Ik weet dat er twee sets van het door Huip van Krimpen ontworpen Haarlemmer. Daar zijn er maar twee sets van. En één bevindt zich in Engeland en één in de drukkerij van Jan Keizer. En ja, het verhaal gaat over Haarlem. Het is bijna kerst. In het verlengde van, vroeger heeft het Parool ook nog een keer een kerstmiddag gehad. Toen dachten we, dat zou toch mooi zijn als we deze middag, na al die turbulente actualiteit die we net van je hebben mogen horen, als we ons onthaasten, een beetje Bomansiaans. Ik heb hem gebeld van tevoren, ik zei, je krijgt het verhaal, je moet het wel een beetje in een Bomansiaans tempo lezen. Dan komen we echt in de kerststemming. Maar al voordat zover is, het is een bibliophile uitgave geworden. 99 exemplaren, straks te koop voor echt degene die het heel graag wil hebben. Maar het mooie is, jij gaat het voorlezen, maar ik vind eigenlijk, Jan, dat ik jou moet vragen om het eerste exemplaar aan Pieter te overhandigen. Want het is te veel eer voor mij als eenvoudige boekhandelaar om dat te mogen doen. Dus ik ga het nu even pakken. En dan vraag ik of jij even... Pas op het afstapje. Durf je dat? En dan is het aan Jan Keizer om te overhandigen. Een thuiskomst in de Fantoomstad. Dames en heren, applaus. Kom even aan deze kant af. Gaat het trapje... Oké. Het lijkt een leeg exemplaar, maar het is zo mooi. Het is behalve op handgeschept papier, is het dus letter voor letter gezet. En ik heb Jan gevraagd hoe lang hij erover heeft gedaan. 2 maanden met alle, ik ben geen dinges. Een thuiskomst in de Fantoomstad. Een dag of 10 na mijn geboorte, ergens in de laatste week van oktober 1961, hield Godfried Bomans een lezing in ons hotel in Zandvoort. Het was druk,
mijn moeder. Net teruggekeerd uit de witte villa aan de rand van Haarlemmerhout, waar mij ze mee ter wereld had gebracht, moest meteen weer de handen uit de mouwen steken. In de grote zaal was een bruiloft aan de gang. In het café hield de biljartvereniging zijn jaarlijkse toernooi voor de herfstbokaal. En het zaaltje ernaast, dat mijn overgrootvader in de loop der jaren met Heidelbergs antiek had gedecoreerd, sprak Bomans het gezelschap belangstellende toe. Ik denk dat grijze pakken en bloemetjesjurk de boventoon voerden, of is dat een voordeel van onze tijd, maar in elk geval veroorzaakte de spitsvondigheden en de geestige opmerkingen die de spreker debiteerde, volgens de overlevering zulke lachsalvo's, dat op een gegeven moment de helft van de bruiloftsgasten en de biljarters zich bij de schuifdeuren stond te verdringen. Er zal een blauwe walm boven het gelag hebben hangen, want iedereen rookte toen nog Lexington, Caballero. En er ging die avond blijkbaar heel wat jenever, bier en porties oude kaas doorheen. Ik heb hier een oud kasboek van mijn vader liggen. Omzet bar bij Bomans, 480 gulden. Niet beroerd. Morgen de Heineken bellen. Met mijn 7 pond, misschien dat het inmiddels een half pondje meer is geweest, was ik in een reiswieg te slapen gelegd in een opkamertje achter het podium waarop de meester zijn voordracht hield. Op die manier kon mijn moeder mij tussen het bedienen, glazen spoelen en opdrachten geven aan de keuken door in de gaten houden. Maar je was zo lief, vertelde ze later. Je gaf de hele avond geen kik. Toen ik na afloop met jou in mijn arm in de gang stond, heeft Bomans je nog even geknuffeld. Ik hoorde van dit voorval pas vorig jaar toen mijn moeder me het plaatselijke suffertje van die dag toonde. Daar stond mijn geboorteadvertentie met pal ernaast in vetgedrukte letters. Bomans spreekt vandaag in Hotel Zomerlust te Zandvoort. Komt allen. Die avond had ik, om het dramatisch te zeggen, mijn eerste bijna fysieke kennismaking met de literatuur. Het zou zeker nog 15 jaar duren eer ik de draad weer zou oppakken. Niet zo lang geleden, om precies te zijn op woensdagmiddag 19 november 2003, het is dus al 19 jaar geleden, wandelde ik door de kuithoge sneeuw van de Siberische stad Krasnojarsk, ruim 4,5 uur vliegen van mijn woonplaats Moskou. Ik was er om de politieke barometer op te nemen in dit grondstofrijke gedeelte van Rusland dat ooit werd bestuurd door de legendarische generaal Alexander Lebed, die hier dikwijls werd bezocht door zijn vriend en bewonderaar Alain Delon. Inmiddels stond de gewone temperatuur op 21 graden onder nul, en dat was pas 3 uur 's middags, het zwoelste uur van de dag. Ik vond uiteindelijk wat warmte en huiselijkheid in het internetcafé met een ronkende oliekachel. De zaak werd uitgebaat door een ondernemende studente, mijnbouwkunde, en had zijn onderkomen in een pand waar ooit de schoenenzaak Lenin gevestigd moet zijn geweest. Door de witte vorstuitslag op de voorgevel schemerden nog de zwarte verfletters van een andere tijd. Olboef imeni Lenina. Ik weet niet of het kwam door de kou, door de wodka van de avond ervoor of door de eenzaamheid, maar op de rochelende pc opende ik de webpagina van de firma Koekel en tikte als zoekwoord het woord Haarlem in. De stad van mijn schooljaren, de stad van mijn eerste liefde, de stad van Bomans. Daar verscheen de Krasnojarsk in Siberië, de website van de gemeente Haarlem met de even intrigerende als wezenloze mededeling, je fiets of niets. Terwijl rondom mij een door wolven en beren bevolkte wildernis, die zich duizenden kilometers uitstrekte, met een verse laag sneeuw werd bedekt, en intussen 2 beeldschone Siberische meisjes, een paar tafeltjes verderop, giechelend gedoken over een beeldscherm, zaten te chatten over God weet welk onderwerp, vernam ik dat er in het jaar 2001 in Haarlem, maar liefst 1800 aangiftes van fietsendiefstal waren gedaan. Boze mooi, liet ik mij ontvallen. Mijn God, waarop de 2 meisjes even met grote ogen naar me opkepen. Maar ik had maar weinig aandacht voor hen, want zo las ik verder. Inmiddels was er op last van het gemeentebestuur een projectgroep fietsendiefstal geïnstalleerd, die onlangs in een lijvig rapport met de voorlopige conclusie was gekomen dat rijwielen veel vaker werden gestolen als ze niet goed waren vastgemaakt. Zet je fiets daarom altijd op slot, luidde een tip van de gemeente.
En ook, raak je sleuteltje niet kwijt. Enfin, u begrijpt het al en ik begreep het ook, ondanks de kou en mijn licht ontheemdheid. Als de aanbevelingen om de fietsen beter aan te snoeren door de Haarlemmers eenmaal zouden zijn overgenomen, zou het aantal gestolen rijwielen in de stad van de alchemistische mensenvriend van de Pigge, van Frans Hals, van de heerlijkste Vietnamese lumpia's ter wereld en van Godfried Bomans volgens de prognose wonderbaarlijk dalen. Rusland heeft in de loop der tijden een reeks geniale satirici voortgebracht. Ik noem alleen al Nikolai Gogol, Michail Bulgakov en het duo Ilya Petrov. Maar ik verzeker u dat ik me op die sneeuwrijke woensdagmiddag in Siberië met de bewuste Haarlemse website een tijd lang niet minder heb vermaakt dan met deze meesterwerken. Behalve ronduit vervreemdend voor iemand die al 8 jaar in een land woont waar cynisme en bruut kapitalisme hand in hand gaan, Rusland, en waar fietsers net zo zeldzaam zijn als vallende sterren, waren veel wederwaardigheden waarop ik via het wonder van het internet vanuit dat vaderland werd getrakteerd, bovenal zo goedhartig, om niet te zeggen lief. Dat wijst overigens op een hoge vorm van beschaving, of tenminste op een vorm van beschaving. Haarlem en de fiets, voor mij zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tussen de jaren 1974 en 80 moet ik de afstand van Zandvoort naar het eerste Christelijk Lyceum aan de Leidse Vaart en vice versa toch zeker 2.500 keer hebben afgelegd, bij elkaar zo'n kleine 36.000 kilometer. Met een beetje ruimhartig meten is dat bijna 1 keer de aardbol rond, een Tour du Monde in ons eigen Kennemerland, een streek die met zijn knoestige bomen, duinen, stranden, landgoederen en propere arbeidershuisjes ongetwijfeld tot het meest gezegende deel van Nederland behoort en in niets lijkt op Krasnojarsk in Siberië. Kennemerland had zich, wat mij betreft, in de glorietijd van Godfried Bomans, toen schrijvers nog maatschappelijke invloed hadden, uit ons koninkrijk mogen losmaken. Dan hadden we nu een literair prinsdom gehad, een soeverein mini-staatje zich uitstrekkend van Sparendam tot de met kunstpalmen getooide kust van Bloemendaal. Of beter, een kanaat waarin Harry Mulisch in een goudbestikt gewaad zetelend op een poef zo groot als de bil van een olifant, zijn paladijnen Ferron, Wiener, Meising, De Winter en Van Beinem, alsmede de slavinnen Dorrestein en Deurlacher, in de gaten had kunnen houden. Een Byzantijnse hofhouding van proza en poëzie onder het toeziend oog van de met parels afgezette portretten van Beets en van Dijssel. Want in de literatuur is alles mogelijk. En dan had ik die 2 chattende meisjes daar in dat Siberische internetcafé trots kunnen zeggen, ik kom uit Haarlem. Uit Haarlem? Daar is Haarlem, hè? Ja, uit Haarlem. Dat mysterieuze literaire kanaat aan de Noordzee? Het is goed te weten, had ik deze meisjes dan gezegd, dat deze wetenschap inmiddels ook tot ver in Siberië is doorgedrongen. Ik had de jonge dames, wier ogen ongetwijfeld iets dromers hadden gekregen van wild verlangen, kunnen verhalen over mijn geboorteplaats en het tenslotte uit te nodigen voor een expeditie naar die toverstad. We zouden hebben gereisd met rendiersleeën, de 2 schone dik ingepakt in felle sabelbond, over de besneeuwde Siberische vlaktes die van de Oeral en Wit-Rusland via Polen en dwars door het nevelige Duitsland voeren naar de kust van het avondland, ten einde de ontdekking van Haarlem te delen als eeuwige geliefde. Sterker nog, ik had er een romannetje over kunnen schrijven, of op zijn minst een onderhoudend verhaal voor het Haarlems Dagblad. Maar helaas, van Godfried Bomans hebben zelfs de leraren Nederlands tegenwoordig nog nauwelijks gehoord. En intussen is het dagelijks bestaan in Siberië in bepaalde opzichten net zo zakelijk geworden als dat in Haarlem. Een list om meisjes met de belofte van een avontuurlijke expeditie naar onbekende verte te lokken, maakt daar tegenwoordig weinig kans. Ook vanuit Krasnojarsk stijgen naar 3 muisklikjes op de Grote Markt in Haarlem en kun je er via de webcam zien wie er bij Brinkman in een kop tomatensoep zit te lepelen of welke heer in een duffelse jas de hoek omschiet in de richting van het Begijnhof. Prozaïs, saai, zakelijk, rauw en niets verhullend. Zo is de wereld. Literatuur, de handel die je toch vooral moet hebben van leugens en visioenen, is in dat opzicht te beschouwen als een poging tot verzet tegen het alledaagse, soms als een revolutionaire daad. En nu het met dat prinsdom of kanaat nooit wat is geworden, wens ik Haarlem op zijn minst te beschouwen als het Sint-Petersburg van de Lage Landen, vele malen meer dan het profane Amsterdam. Het Spaarne als pendant van de Nieva,
Het beeld van Laurens Jansson Koster als de evenknie van de bronzen ruiter Peter de Grote. En het Teylers Museum als het lievelingsbroertje van de Hermitage. Wie er trouwens aan twijfelt dat de geest van Dostojevski niet over de Grote Markt en door de steegjes daaromheen kan jagen, moet de vroege verhalen van Harry Mulisch maar eens lezen. Of bijvoorbeeld het jongste boek van Louis Ferron. Hij leefde toen nog. En de misotropie van L.H. Wiener had hij ook niet al een eeuw geleden opgeschreven kunnen worden zijn in een vochtige huurkazerne in de Tsarenstad. Oh ja, net als Petersburg is het ogenschijnlijk zo bedaarde Haarlem wel degelijk een fantoomstad. Op mijn dagelijkse fietstochten van Zandvoort naar Leidse Vaart, altijd met tegenwind, die o symboliek slechts ter hoogte van Aardehout even ging liggen, dacht ik aanvankelijk aan twee dingen. Aan de onvoorstelbare heerlijke benen van Cynthia Zwellengrebel en aan de lectuur van het boek dat ik op dat moment las. Toen Cynthia Zwellengrebel, die met haar veel te chique ouders resideerde in een herenhuis aan de Kleine Houtweg, op een dag voorgoed naar Italië verdween, bleef er voor mij weinig anders over dan mijn literaire dromen. Ik heb de literatuur relatief laat leren kennen op mijn 14e of 15e, hoewel ik me nu afvraag of dit in de huidige tijd wel als laat kan worden beschouwd. Maar toen ik eenmaal via Turgenev, Tsjechov, de Maupassant en Elschot was beland bij Mulisch, een schrijver die bij mij op school had gezeten, hoe was dat mogelijk? En Wiener, een schrijver die bij mij praktisch in Zandvoort om de hoek had gewoond, mirakels, ging het snel. Ondertussen probeerde ik Zandvoort en Haarlem, waar ik in antiquariaat Hoving mijn eerste boeken gapte en er af en toe één kocht om mijn geweten te sussen, een plaats te geven in de wereldliteratuur. Ja, ik trachtte mijn nederige woonomgeving te verbinden met de grenzeloze vergezichten van buitenlandse schrijvers die ik bewonderde. Vladimir Nabokov bijvoorbeeld. Was die ooit in Haarlem geweest? Nee. En in Zandvoort al helemaal niet. Maar op een dag kreeg ik de briefwisseling tussen de Amerikaanse geleerde Edmund Wilson en Nabokov in handen, waarin de laatste melding maakt van een ontmoeting die hij in New York had gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog met Klaus Mann. Bingo. Ik wist dat Klaus Mann, net zoals Christopher Isherwood, tijdens het interbellum tamelijk vaak in Zandvoort was geweest. Dat was toen immers nog een lommerrijke badplaats met zelfs een zekere Europese reputatie in het bezit van een heuse Montagne Russe, diverse badhuizen, een koerhuis en een variété-theater, eind 19e eeuw tot tweemaal toe bezocht door een neerslachtige keizerin Elisabeth Sisi van Oostenrijk. De plaats was een pareltje van de Belle Époque, dat destijds nog niet door onze Duitse vrienden en een naoorlogs gemeentebestuur met parenvijgen in hun hoofd in plaats van hersens, was vernietigd tot de winderige en boomloze betonklomp die het nu is. Ons gezin was inmiddels verhuisd van de bovenwoning naast ons hotel naar de Louis-Davidstraat, de vroegere tramstraat. De halteplaats van de legendarische blauwe tram, de zogeheten Boedapester, die in talloze Nederlandse romans voorkomt, onder andere in een paar zwart-wit getoonzette meesterwerken van W.F. Hermans en Gerard Reve. De kluwen van onzichtbare zenuwbanen die mijn pukkelige puberpersoontje met de literatuurverbond werd steeds imposanter. Als ik het mon mamé ton tate, mijn Franse les opdreunend, richting Haarlem fietste, dacht ik bijvoorbeeld, waar zouden die Spaanse ruiters hebben gestaan? Hier aan de Zandvoortse Laan? Of was het op de zeeweg? Het ging daar natuurlijk om de wegversperringen die Harry Mulisch had aangetroffen toen hij, als jongen in mei 1940, op de fiets naar Zandvoort ging om naar de oorlog te kijken. Dat ik zelf ooit schrijver zou worden, durfde ik niet eens te denken. Een zoon van een voormalige scheepskok? Hoe werd je eigenlijk schrijver? Je moest natuurlijk beginnen met publiceren in de schoolkrant, maar dat was uitgesloten. De fysiek en mentaal superieure Erik van Muiswinkel voerde op de redactie van de Janus een waar schrikbewind. En hoeveel schrijvers had het eerste Christenlyceum nou eigenlijk voortgebracht? Wel, Harry Mulisch, een kans, wel beschouwd, van één op enkele tienduizenden. De tijd tikte door, nog niet zo hard als nu, maar hij tikte door. En op een dag in de herfst van het jaar 1998 trof ik mezelf in de lobbybar van Hotel Astoria, plaats Sint-Petersburg, Rusland. Ik zat tegenover Harry Mulisch, met een pijp in zijn mond waaruit wat as was gevallen op de fragiele schouders van zijn tweedjasje. Hier, op nauwelijks 200 meter afstand van het geboortehuis van Nabokov,
kwamen dan eindelijk een aantal losse eindjes van mijn bestaan, dat mij van aspirant-advocaat, animateur op de Canarische eilanden en bedrogen zakenman in de voormalige Sovjet-Unie tot correspondent van een groot landelijk dagblad in Moskou had gemaakt, tezamen. Mulies boek De Aanslag was destijds zojuist in het Russisch vertaald. Ik sprak de schrijver in dat kader van een nietserig krantenartikeltje die nagaande vertelde hem iets over de stad die ik als mijn tweede geboortestad beschouwde, maar was bovenal verrukt hem eindelijk te kunnen vragen waar die Spaanse ruiters in mei 1940 nog hadden gestaan op de Zandvoortselaan van de Zeeweg. De Zandvoortselaan, antwoordde de beroemde auteur zonder met zijn ogen te knipperen, waarna hij vertelde dat hij destijds in Zandvoort een vriendje had wonen, ergens in de buurt van de Rozenobelstraat. Verdorie, hoe heette dat nou ook alweer? En toen, om een wending te gebruiken die in de Russische literatuur stevast de aankondiging van noodlottige, grootse of adembenemende gebeurtenissen betekent, geschiedde er 3 weken geleden een klein wonder. Ik wandelde op de laatste dag van mijn verblijf in Krasnojarsk door een sneeuwstorm over de Karl Marx Allee terug naar mijn hotel. Ineens werd mijn blik gevangen door felroze neonverlichting, waarop in knipperende Cyrillische letters stond: Boekenmagazijn Nirvana. Ik besloot naar binnen te gaan om alsnog een landkaart van de regio aan te schaffen, een onhebbelijkheid van mij in vreemde streken. De winkel bleek in het bezit van een uitgelezen verzameling kunstboeken. Even later stond ik te bladeren in een glimmende foliant waarin onder andere de Grote Markt, een kastanjeboom in de Haarlemmerhout, alsmede een 17e eeuwse tafereel van een menigte schaatsers op het Spaarne waren afgebeeld. De platen werden begeleid door compacte geschiedkundige commentaren. Dat Haarlem zoveel schrijvers, verheerlijkers van de fantasie had voortgebracht, dacht ik ineens, was misschien niet geheel toevallig. Behalve de burgerlijke braafheid, die snakte naar wilde experimenten in de geest, zat de neiging tot fabuleren en mythologiseren misschien ook wel in de genen van de stad. Niet alleen de duizenden boeken die er in de afgelopen eeuwen in Haarlem waren gebaard, ook de geboorte van Sint Bavo als schutspatroon van de stad was in eerste instantie het resultaat van een luchtspiegeling. Toen Haarlem in de 13e eeuw door de kermers werd belegerd, verscheen er immers plotseling tussen de wolken een beeltenis van Sint Bavo in krijgstenu en met een zwaard in zijn opgeheven arm, waarmee hij de verfoeilijke belegeraars de stuipen op het lijf joeg, zo las ik in het Russisch. Verzinsel natuurlijk, een leugen. Maar wel een leugen ter ere waarvan maar liefst 2 kerken zijn verrezen. De Sint-Bavo op de Grote Markt en de kathedrale basiliek Sint-Bavo aan de Leidse Vaart. En een leugen die het had gehaald tot de stad Krasnojarsk in Siberië. Wat zeg ik u, Haarlemmers een nuchter volk? Verwarmd door patriotistische gevoelens wandelde ik met een opgerolde landkaart van Midden-Siberië in de richting van de kassa, waar een Rusin met een bontmuts op haar hoofd achter een telraam zat. Onderweg schampte ik met mijn bovenbenen aan een tafeltje met boeken en zag een baniertje waarop stond nieuwe aanwisten en stond ineens als aan de grond genageld. Wat was dit? Werd er soms door iemand een geintje met mij uitgehaald? Daar lagen, als in een mysterieuze Siberische Fata Morgana, 3 exemplaren van mijn roman Liepmans Ring, die de herfst daarvoor in het Russisch was verschenen, geflankeerd door de Russische vertalingen van Mulisch Siegfried en De Hemel van Hollywood van Leon de Winter. Begrijpt u me goed, ik verbeeld me helemaal niks. Ik ken de nietigheid van mijn bestaan. U hoeft mij weinig te vertellen over het evenmere karakter van mijn literaire gepruts, maar daar, toen ik daar in Krasnojarsk de gedachte eenmaal had verworpen dat ik met een zinsbegoocheling had te maken, kreeg ik voor het eerst van mijn leven het gevoel ergens bij te horen, deel uit te maken van een zekere traditie, hoewel ik al 15 jaar op dat moment als een opgejaagde eenling over de aardbol was getrokken. Ik werd daar in boekenmagazijn Nirvana zelfs even overweldigd door de heerlijke sensatie van thuiskomen. Voor een schrijver is dat, geloof ik, niet slecht. Dank u wel. En ik wil u zeer hartelijk bedanken voor de opkomst. De bar is open vanaf dat moment.
En ook de boekenbar is open, waaronder dit prachtboekje Collectors Item 99 exemplaren in de winkel, in de wereld te verkrijgen is. Doe ermee wat u wil. Zeer veel dank. Vrolijke, zalige kerst en een heel goed en gezond 2023. En dank voor uw komst. Thank you.